best. Nou, en zo wijst het zich eigenlijk wel een beetje klikken. Die ga ik ook snel. Oké, coördinaat. Ik slik deze wel voor, oké? Ja. 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 Ja, waar moeten we heen? Ik ben er al. Ja, ja. Nou, ja. Oh, waar moeten we heen? Kant op. Ja. Wie zegt dat daar wat onder is? Nee. Kijk uit. Oké. Okay. Nou, en als jullie allemaal stil zijn, dan mag de mol zeggen, ik ben de mol. Hallo allemaal, ik ben Toad. En in deze serie gaan wij iets super vets doen. Ik heb dit echt al heel lang, wilde ik dit al doen. Alleen het is er nooit van gekomen en nu gaan we het doen. Het is niet in meerdere afleveringen, maar het is Minecraft, wie is de mol? En dit is een soort mini-aflevering. We gaan in deze aflevering erachter komen wie van deze 5 bengels de mol is. Je ziet hier 5 mensen in een obsidian huisje staan. Hallo, zeg eens even hallo. Het is geen huisje meer. Nee, 4 mensen en Luigi. Maar dit zijn de kandidaten. Je hebt daar de Grijnskop, die staat bekend als de Grijnskop. Je hebt daar een Luigi, die staat bekend als Luigi. Ja, je hebt daar Atterin, die staat bekend als de Apenkoning. Je hebt daar Krelis, die staat een beetje in een verdomhoekje. Nou, Flying die is een beetje sad. Maar goed, dat zijn de 5 kandidaten die mee gaan doen in deze aflevering. Max zei dat ik lelijk was. Wat? Ben ik lelijk? Max zei dat ik lelijk was. Wat gaan wij doen? Wij gaan straks een parcoursje doen. Ik ga het de kijkers ook even uitleggen. Ik hou van parcours. En jullie moeten ook even opletten, hè? Want ik ga het jullie nu natuurlijk ook vertellen. Wat gaan jullie straks doen? Ik laat jullie straks vrij uit deze kamer. En dan gaan jullie als groep zijnde, dus jullie mogen niet zeg maar, oh, één gaat daarin, één gaat daarin. Jullie moeten als groep zijnde eerst naar die chest lopen. Dus jullie die chest, deze sponsor, moeten jullie trouwens niet op letten. Daar zou ik platformpjes van maken, maar dat is mislukt. Zien jullie allemaal die chest? Nee. Nee, wat? Die chest zit belangrijke informatie in. Dus okay. Gaan we jump groep... allemaal op en neer. Ik ga er als groep gewoon voorzichtig met die informatie om. Ik ga de tijd trouwens even verstellen, want het is donker bijna. Ik zie een vette parcours. En daarna moeten jullie naar een volgende locatie toe. Die locatie die zal wel duidelijk worden in de chest. Nou, en zo wijst het zich eigenlijk wel een beetje vanzelf. Als jullie er echt niet uitkomen, wil ik wel hulp geven. Alleen, het moet wel binnen een bepaalde tijd. Want jullie kunnen natuurlijk niet uren en uren hier dit parcours rondlopen. Dus jullie hebben wel een tijdsdruk. Als jullie het binnen 10 minuten halen, dan hebben jullie als kandidaatgroep gewonnen. Yay! Dus binnen 10 minuten, ik heb hier een stopwatch... voor mijn neus. Ik ga zo de stopwatch inklikken. Die ga ik ook heel... Jongens! Wie deed dat? Was dat een mollenstreek? Ga eens even terug in je hokje, Max. Ja, ik ga wel terug. Ik parcours wel terug. Maar ik vind alles prima, maar Max ook... Maar Toad. Ja. Ik moet even... Mag ik even rejoinen één keer? Waarom? Ik parcours wel terug. Ik meld terug. Ik heb een verrassing namelijk. Oké. Okay. Eén keer rejoin. Ik join meteen weer. Ja. Doe maar. Nee, jongens, we gaan verder met 4 spelers. Dit... Oh, wauw. Dit is echt meteen al gewoon... Dit is gewoon een mollenstreek. Jongens, is dit een mollenstreek? Wat denken jullie? Wat is dit? Wat is dit voor actie? Dit nou weer dan? Maar goed, laten we gewoon, denk ik, beginnen. Zijn jullie er al klaar voor? Ja. Ja. Communicatie is ook heel belangrijk. Dus als, zie maar hoe jullie communiceren. Jullie hebben dit Skype-gesprek tot je beschikking. Jullie hebben 10 minuten om het te voltooien. Laten we beginnen. In 3, 2, 1. Niet te kussen, niet te kussen. Jullie zijn begonnen, de tijd is gestart. Oké. Okay. Max, kijk erop. Ja, kijk alleen even wat erin zit. Jongens, even serieus. Oké. Wie heeft dat? Ik heb coördinaten en een boonkie. Ja, ik ook. Oké, coördinaten. Ik lees het wel voor, oké? Ja. Ja, coördinaten 17,16, 65, 41,170. Maar hier zul je niks vinden, één coördinaat klopt niet. Welke? Dat is heel makkelijk. En dan Y met een vraagteken. Oh. Oké. Okay. Nou ja, laten we maar killen, want we weten niet waar we heen moeten. Yo, wacht even, ik heb ook nog een boonkie en ik heb een kompas. Oké. Nou, jij kon zo goed voorlezen, doe jij het maar. En neem jij ook gelijk het kompas. Max... We gaan naar Max als kompasleider. Oké, ik mag voorlezen, vind ik wel leuk. Oké, coördinaten 32, 4, 5, 4, 4, 5, 79, 12,418 en dan first!
Ja, wat misschien betekent we... dat? Oké, okay, nou, heeft iemand verstand voor coördinaat? Nee. Want ik niet. B. Ik zeg, we klimmen even de berg op. Nee, not. Misschien staat er wel een beer. Oké, okay, dat was een beetje slecht. Jullie zijn al anderhalf uur bezig kant, we moeten en hebben nog geen fluit uitgevoerd. Jongens, nee. Dit mag niet. Jullie moeten als groep bij elkaar blijven. Wat is dit nou? Hé, hey, Krelis heeft iets. Nice. Wat? Diamanten pickhole. Nice. Nice. Komen jullie met mij mee? Wie heeft hem? Ja. Ja. Kom maar met de grijnskop mee. Wie heeft die pickhole? Twee grijnskoppen, hè? Nee, er is één. Eén echte en één neppe. Jongens, er loopt letterlijk een zombie hier. Oh. Al achtervolgt de twee grijnskappen gewoon. Ah! Wat is nou jullie plan? Wat is nou jullie plan? We gaan naar de coördinaten van mijn boekje. Ja, maar ik zag er een parcours. Kunnen we daar niet even heen? Waar? Ja, we gaan eerst naar de coördinaten van mijn boekje dan, denk ik. Oké. Okay. Ik heb een eieren. Maar daar is niks te vinden. Nou, oké, okay, het zal wel. Wacht, ik ga de verkeerde kant op, laat maar. Jongens, ik zie geen groep meer. Ik zie vier mensen hier. Ja, waar moeten we heen? Ik ben er al. Ja, ja. Ja, ja. Waar moeten we heen? De verkeerde kant op. Laat me even een varken slaan. Ach. Waar moeten we nou heen eigenlijk? Kom maar aan. Ja, we zijn er bijna. Ja, ik zie hier een kruis. Een kruis! Oh mijn god. Ja, letterlijk. Ja, omdat... Maar jongens, jullie mogen niks doen, want het is jullie zijn letterlijk geen groep meer. Ja, ze komen achter elkaar. Kijk, daar zijn ze allemaal al. Ah, kijk. Ja, Flying blijft een beetje achter. Ja, kom maar toch aan. Flying, kom nou jongen. Ja, kijk, hier zo kan je parcouren. Jongen, dat doen we toch zo meteen? Maar hier is toch... Okay. Jongen. Wat moeten we hier doen eigenlijk? Goeie vraag. Ik denk dat we een pickaxe moeten maken, ik weet niet. Nee jongens, dit is toch het punt, denk ik, toch? Of... Ik denk dat we dat moeten mijnen, want de eye-coördinaat klopt niet, stond er in het boekje. Echt? Jongens, ik zou je een kleine hint geven, dit horen jullie niet te slopen, dit. Dit is gewoon voor straks, die toren met deur. Ja, dat snap ik, maar ik denk misschien moeten we dat kruis stopen, zeg maar. Ja. Oh, dat is inderdaad wel. 3,5 minuut onderweg. Oh, zo. Oké. Okay. Oh ja, nou. Ik weet niet eens of ik dat op me zoeken. Doei, ik ga ondergronds. Oei. Oeh, Flying gaat ondergronds. Oh, iemand heeft pikken. Nice. Dat was eigenlijk nog best een goeie, ja. Nee. Dit lijkt me geen goed idee trouwens. Yo, wie heeft die diamond pickaxe eigenlijk? De eerste regel van Minecraft. Ja, ik ben al twee aan mijnen. De eerste regel van Minecraft. Ja, maar dit kan het toch niet zijn? Nee! Dit kan het. Waar gaan we naar mee? Nee, wat doen jullie dan? Misschien moet je beneden gaan hakken, is een tip. Okay. Maar wie heeft die diamond pickaxe? Maar wie is hier nou naar beneden aan het graven? Max, jij moet als groep blijven, jij moet wachten, je mag niet verder. Ja, nou, waarom komt de rest nou niet dan? Ja, dat weet maar ik niet. Wat is dat? Wie zegt dat daar wat onder is? Ja, dan kunnen we toch even kijken, hè? Hallo? Ik ben echt bang dat we echt gewoon dood gaan vallen daar, of daarin gaan. Ik denk niet dat we echt goed bezig zijn. Au! Help, nee! Wij zijn geweldig bezig. Jongens, als groep, wat is dit nou? Wat is dit? Dit is geweldig. Wij zijn toch als groep hier, of niet? Wie is hier nu? Dit gaat echt mis. Ik zie... Ja, iedereen is hier, toch? Dit ja. Dit is de communicatie, is niet echt... Die zegt, wow. Ja, maar wat is de bedoeling? Ja, dat is het spel. Nee, dat weet ik, maar... Misschien moeten we naar de coördinaat gaan. Kom dan naar beneden, ik zie toch wat. Ja. Wat zie je dan? Ja, het is of zo. Nou, dan gaan we er. Maar dan gaan we met allen naar beneden. Ja. Kom maar, ik ben bijna dood. Oké. Krelis ook. Auw. Ja, Krelis ook, alsjeblieft. Hier is wat, ja. Een kist. Waar? Een boekje. Shit. Max, u weer right. Max. Oeh. Oké. Ik ga alleen. Nee. Oeh. Even. Ik heb een bogen met... Achter je skeleton. Ja, ik kom jullie redden, oké? Okay? Misschien moeten we dit hier gaan parkouren. Nee. Ik heb een boekje gekregen. Oh, trouwens. Sorry. Ook is, ik ga bijna dood. Oh. Oké, ik ga weg hier. Oh. Ja, ik ben bijna dood. Is het kist onder hier? Of heb je al geloot? Jongens, als er iemand doodgaat, moet ik een tijdstraf van een minuut moet ik doen. Oh. Shit, en mag diegene respawnen? Diegene mag respawnen. Ik heb een trappetje. Dan moeten de kleuren zijn wel weer teruglopen en dan moeten jullie daarop wachten. Ik heb een trappetje, jongens.
We kunnen weer omhoog in principe. Volgens mij kunnen we ook gewoon een ander daar zo nemen. Zorg dat je ook... Flying de wapens. Kan helpen. Niet goed aflopen. Hey, ja, ik zie skelet. Stil, allemaal. Ik heb een boekje, ja. Parcours, instructie. Zorg dat je over het parcours komt. Je moet elkaar helpen. Oké. Je moet elkaar helpen. Oh, jeumig. Daar ben ik dus niet goed in. Oh. Die ladder gewoon maar op. Impuls. Ik ben zo bang dat er bovenaan dan gewoon iets staat. Ja, op TNT. Even kijken hoor. Oké, nice, ik heb hem wel. Kijk, Krelis heeft een stenen zwaardje, er is allemaal een woede soort. Jullie zijn niet als goed, dus jullie mogen niet verder. Waar zijn jullie heen gegaan? Ja, is zit dit in? Ja, ik weet niet waar die rest is heen gegaan, dus. Nou ja, waarschijnlijk geeft de groep dan ook geen info, want wat is dit, jongens? Ook daar, Max, van jou. Wat doe jij er nou beneden? Ik zei toch net, je moet het ladder af. Hey! Ben je afgeduwd? Oh shit. Ja, dat is pittig jammer. Nou, dan kun je in ieder geval Max helpen, want hij zit ook te kloten daar. En... ik zie jullie name tags ook niet, dus ik weet niet waar ik... Ja, we zitten boven. Jij weet wel waar je heen moet, Luigi, dus dan kun je in principe Max helpen. Dat is wel een voordeel. Ja, ik ga Max helpen. Maar de tijd begint wel te dringen. Jullie hebben nog 2,5 minuut namelijk. Wat? 2,5 minuut? Hier. Ik denk al, waar zijn jullie, man? Ik heb een vraag. Als je dat parcours mist, dan ben je gelijk dood. Dus niet falen, UB. Nee. Als je het parcours mist, dan is dat pittig jammer. Jullie zijn weer als groep bij elkaar, bijna. Hey, maar ik heb blokken, hè? Mag ik die plaatsen of niet? Die blokken die mag je wel plaatsen, als je maar naar boven komt. Kijk, dat is slim. Dan komt Luigi ook aan. Ik heb geen nee, van het parcours mag niet. Oh, mag niet. Je zegt, je mag blokken plaatsen. Oh, ik doe het weg. Stap eraf. Ja, goed zo. Ik ben niet zo goed in parcours, dus... Jongens, jullie moeten straks daar... Ja, ik word redelijk, maar... Ik was helemaal vergeten dat er een mol was, trouwens. Ja. Ja, nou, dat gaat lekker, mol, want jullie zijn bijna af qua tijd, want je hebt nog 2 minuten. Zullen we een beetje snel gaan met die parcours? Ja, go, springen, go. Kijk uit, we moeten elkaar... Oh, jee. Nou, dan gaan we naar beneden. Hé, we moeten wachten voor Max, hè. Nee, dat weet ik niet. Dat is de andere Max. Oh ja. Oh, ik denk dat ik het snap. Iedereen moet op zijn dirtblokje staan. Oh, bijna. Ja, maar dan kan de mol toch gewoon niet op een dirtblokje gaan staan. Ja, maar wat heb je daar in je hand? Ik heb een woedersoort en een boog. Jongens, jullie mogen elkaar nu niet afmappen. Luigi, jij moet ook nog even op een dirtblokje gaan staan. Nee! Wat? Nee! Zo'n slechte parcours. Ja, dat is te zien. Het zijn 3 blokjes. Kom op. Ja. Ik ga deze. Ik ben verleerd. Maar zo ga ik falen. Je hebt nog tijd. Gewoon rustig aan. Ik krijg niet wat tarren. Aanmoedigen. Nee, Max. Ga op het linker blokje staan. Niet doen. Linker blokje. Ja, goed zo. Oké. Stop. Weg met dat stenen blok. Oké, jongens, we gaan nu een 1 grote... Nog niet slaan. We gaan een fight doen, ja? Als ik aftel... Als ik aftel van 3, 2, 1 in 0. Bij 0 mag iedereen op elkaar springen. Mag slaan. Mag zelf weten wat hij wil. Mag dirtblokjes weghalen. Nee. Zelf weten. En dan, wie als laatste overblijft, is de winnaar van deze aflevering. Ik ben de echte Max. Bij 0. Als ik 0 zeg, mogen jullie gaan slaan. Okay, wie eerder slaat, dat zou wellicht een mollenstreek kunnen zijn, want jullie moeten echt wachten tot 0. Zijn jullie klaar voor? Ja. Hey, alleen slaan, hè? Stop. Jongens. Mag je ook met een boog schieten? Je mag alles doen wat je wil. Ja. Mag je ook blokken plaatsen? Je mag ook blokken plaatsen, ja, waarom niet? Oh. 3, 2... 1. Go! Oh nee! Max ligt eraf! Atril ligt eraf! Wat is dit? Nee! Flying en Max en Krelis is de winnaar! Oh, de winnaar van Wie is de Mol? Het is gewoon Krelis. En nu ga jij er ook maar af met je blije gedoe. Want je was de mol niet, hè, Krelis? Nee. En kijk eens, want ja, jij bent de winnaar en het zou raar zijn dat jij de mol bent. Want anders had je niet kunnen winnen, hè? Nee! Ja, ik weet wel wie de mol is, hè. Jongens, we gaan straks beslissen wie de mol is. Eerst krijgen we de kijker, nu heeft even de kans om te bepalen wie denkt hij dat de mol is. Hoe heeft de mol gespeeld? Heeft de mol veel gemold? Heeft de mol juist niet veel gemold? Hoe heeft de mol zijn spel gespeeld?
Jullie mogen dat nu beslissen in de comments, weet ik veel, whatever, of je kan de video gewoon afkijken en weet je wie het is. We bouwen de spanning nog een heel klein beetje op. Kom anders even naar de spawn, kijk even. We komen allemaal naar de spawn, naar het kistje dit toe. Dit moet ik even laten zien, kijk. Weet je wat de mol letterlijk had kunnen doen? De mol had letterlijk dit kunnen doen. Ja, dan gebeurt er ook heel veel aan weinig. Ja, maar dat is obvious. Ik zou dat allemaal best wel slim hebben gespeeld. We gaan jullie allemaal boekjes geven. En dan geef je het boekje aan mij. Ik sta hier om de boekjes in te leveren. Jongens, er is een winnaar. Er is gewoon een winnaar. Er heeft iemand de mol ontmaskerd. Oh shit. Ongelooflijk. Jongens, help. Oké, jongens, ik wil even een moment stilte. Ik wil echt even voor het programma dat jullie even niks zeggen. En als jullie allemaal stil zijn, dan mag de mol zeggen, ik ben de mol. Dus we gaan nu allemaal even stil zijn, jongens. Maak eens die spin maar even dood. Dan mag de mol het nu zeggen. In 3, 2, 1. Nou, ik was de mol. Atrin was de mol en Max is de winnaar, want hij zei Atrin. Echt waar, ik dacht dat ik Mike zei. Jij zei Atrin, jij zei uiteindelijk verdenk ik Atrin. Degene die ik het meest verdenk als mol is, ten eerste verdacht ik Luigi, maar later dacht ik Flying, en toen uiteindelijk dacht ik Atrin. Maar uiteindelijk dacht ik dat. Dus misschien niet helemaal bedoeld, dat vind ik ook wel een mollenstreek, misschien was Max een tweede mol. Nee, dat is niet waar, Max was geen mol. En Luigi was ook niet de mol, hij was gewoon echt slecht in parcours. Oh, nou. Ja, dat kan niet. Ja, dat zei hij zelf toch ook. In ieder geval, Luigi was dus niet Max. Atterin die verdacht Atterin, nou ja, hey, wat raar. Flying die verdacht Luigi, nou was in principe wel redelijk logisch, maar Luigi die, het was niet zo. En Krelis die verdacht Max, maar ja, die verdenkt altijd Max. Of hij nou meedoet of niet? Max die heeft hem toch echt opgeschreven als dat Atterin een mol is, dus ja. Oké. Okay. Maar nu wil ik van Max even weten, waarom verdacht jij Atrin? Want dat stond sowieso in je boekje. Volgens mij heeft hij maar gegokt. Ja, ik dacht eigenlijk Flying, maar nou ja. Zag je de hele tijd irritant doen, zeg maar. Flying was niet de mol. Nou, misschien. Atrin, ik heb echt heel weinig gemerkt van Atrin. Die heeft van maar we hadden toch in het begin een pickaxe gekregen, ja, die had ik nog gestolen. Oh ja, dat wist ik niet eens. Dat was trouwens wel geniaal. Ik dacht, als Atrin die heeft, dan is dat zo'n goede mollensteek. Want jullie zaten daar echt te kloten. We moeten pickaxe maken. En hij zegt maar niks. Ik heb die pickaxe. Flying zegt ook, wie heeft de pickaxe? Maar ja, niemand reageert. Ja, ik wist niet eens dat er gewoon niet was. Nee, dat was echt een goede mollensteek. En voor de rest vond ik ook heel goed dat Atrin gewoon echt weinig zei. Dus op de achtergrond. Want daardoor maakte hij zichzelf niet verdacht. En er zei niemand, Atrin, heb jij die pickaxe niet? Ik vond het echt een goeie mol, ik vond het echt een goeie mol. Ik weet niet of dit volgende keer te overtreffen valt. Ik denk het wel. Als jullie dit nou leuk vinden, ik heb dit natuurlijk wel even wat gemonteerd. En ik laat toen niet alle spul zien. Maar er was waarschijnlijk wel wat werk om dit te editen. Maar goed, dat hoort erbij en dat is helemaal prima. Dit was natuurlijk een beetje in mijn toetsweek. Dus ik heb niet heel veel tijd aan kunnen besteden. De volgende keer dat ik dit weer doe, ga ik ook weer een beetje groter circuit doen, misschien wat opdrachten, misschien dat we dan ook wel 2 of 3 afleveringen doen, dat er wel mensen weggaan per aflevering, dat is misschien wel leuk. Maar het lukt allemaal met opnemen en ik vind het allemaal hartstikke leuk, dus in ieder geval bedankt dat jullie allemaal mee wilden doen. Ik ga even wat kanalen die ik weet, ga ik even in de reacties linken en anders ga ik wel gewoon even wat personen noemen. Zo, nou, helemaal mooi. Voor de rest denk ik dat dit het was. Als jullie dit nou een leuk concept vinden, dan kunnen jullie even op het likeje drukken. Dat was natuurlijk ook een soort van test van, vinden jullie dit leuk, dit concept? En dan kunnen we dit de volgende keer wel weer doen. Dus ik hoop dat jullie deze video allemaal leuk vonden. En dan zeg ik jullie allemaal tot de volgende keer. Tot weerziens. Laters. Later. Yo. Hallo allemaal, ik ben Toad en ik ben super excited, want we hebben hier 5 kandidaten van Minecraft Mini. Wie is de mol? Ik heb er super veel zin in. Wat houdt deze serie in? Ik heb een klein parcours uitgezet, een soort opdracht die ze moeten voltooien. En 1 iemand van deze 5 mensen, die is de mol. Dus ik heb geen idee wie dat nou precies is. Ja, ik heb eigenlijk wel een idee. Maar ik heb de mol nog niet bepaald. Dus ik ga straks een idee hebben. Daar zullen jullie ook bij gaan komen. We gaan het gewoon zien, jongens. Wie is de mol? Ik ga het nu bepalen. Ik ga het niet aan hun vertellen.
Ik heb hier een random name picker. Max, Atterin, Luigi, Flying of Krelis. Dit zijn die kandidaten. We gaan het zien. Wie is de mol? Het is Atterin. Jongens, ik ben super excited. Ik ga Atterin vertellen dat hij de mol is. En dan gaan we zo gewoon lekker beginnen met Wie is de mol? Mini het seizoen. Ik denk dat niemand verwacht dat jij de mol gaat zijn, want iedereen denkt dat Max het is. Dus daar ben ik echt wel super blij mee. Ja, ik denk het ook. Wat er precies gaat gebeuren? Nou, ik ga een opdracht, ga ik aan die, aan jullie vijf ga ik een opdracht ga ik geven. Ik geef jullie twee boekjes met coördinaten. En die twee boekjes, die moet jij proberen in handen te halen, want dan kan jij natuurlijk verwarring stichten. Dat is het leukste. Ja. Die boekjes die leiden je eerst naar een plek waar je een pickaxe vindt. Met die pickaxe moet je naar het boekje van het tweede punt van coördinaten. Dan ga je naar beneden graven. En daar komt nog een klein parcours. Uiteindelijk moet je, als je het parcours hebt gedaan, helemaal naar boven klimmen. En daarboven moet je dan gaan vechten. Nou, als je naar boven klimt, dan kom je als eerst een kistje tegen met allemaal spul. Nou, al dat spul, er zit één stone sword bij en vier wooden swords. Dus als het je lukt om als eerste met de trap naar boven te komen, dan zou dat heel handig zijn. Want dan heb je namelijk een, kun je meteen weten waar het stenen zwaard ligt. En dan heb je dat in ieder geval. Dus dan ben je de sterkste. Dus dan kan je waarschijnlijk in ieder geval winnen. Ja. Dus, nou ja, dat. En nou ja, probeer. Want het, er zit natuurlijk een tijdsdruk in. We gaan waarschijnlijk 10 minuten gaan, hebben jullie om het te halen. Ja. En nou, als je het voor elkaar krijgt dat, dat jullie het binnen 10 minuten niet hebben gehaald. Dan ben je blijkbaar een goede mol. Okay. En ja, niet te obvious. En nou ja, voor de rest denk ik dat wel. Dus ik moet gewoon eigenlijk iedereen gaan afleiden, zeg maar. Soort van. Ja, ja, een beetje afleiden. Weet je van, soms misschien dat je het niet snapt. Of nou, dat je doodgaat per ongeluk bij dat parcours. Of eigenlijk moet je het gewoon zelf een beetje weten. Maar in ieder geval moet je als groep bij elkaar blijven. Dus als je dan ook een beetje traag bent, dan is dat natuurlijk altijd goed. Okay. Want dan kost dat tijd. Dus je weet niet hoe het ongeveer werkt. Je krijgt dus twee boekjes met coördinaten. Jullie moeten als groep moeten jullie overleggen. Waarschijnlijk jullie de boekjes ook wel doorgeven moeten. Nou, dat mogen jullie zelf bepalen. We gaan het allemaal wel zien. En, heel leuk. Nou ja, leuk. Dus we gaan, ik ga nu de hele groep bellen. En doe gewoon is lekker alsof je... Wat? Moet het echt de hele groep bij de coördinaten zijn of gewoon één iemand? Of... Nee, de hele groep moet altijd bij elkaar blijven. Dus iedereen moet bij elkaar blijven. Dus als er iemand achterblijft, moet je gewoon wachten. Dus dat is wel... Wel goed. Ik doe gewoon lekker alsof je kandidaat bent vanaf nu. En stiekem een beetje mollen. Dus ik bel nu de hele groep, oké? Is goed.